The master of my CEO. Ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn kanaal is Nicolas en vandaag heb ik voor jullie de TMI tag, dus zeg maar iets te veel informatie over mij. Het zijn 10 vragen, maar misschien kan ik nog een paar dingen vertellen, gewoon naast die vragen over mezelf als je nieuw bent op mijn kanaal. Of gewoon als je me wel beter wil leren kennen, dat kan ook. Allereerst wat ik ga beginnen. Sorry, ik heb net gedoucht, dus mijn haar zit niet echt mooi. Maar goed, dat wou ik niet zeggen. En ik heb kaalgom in. Wat vind je trouwens van mijn shirtje? Of topje eigenlijk? Met Zeppelin. Ja, oké. Maar abonneer eerst eventjes. Dat kan je doen op de abonneerknop. En doe een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Kijk zeker ook even mijn vorige video's. En volg me op Instagram. Dit is het allemaal in de beschrijving. Laat een reactie achter als je deze video ook leuk vindt. Ik heb al een beetje een planning van wat ik allemaal te doen de aankomende weken of maanden zelfs. Ik heb nu een lijst met vragen. Maar ik zal wel even vertellen wat de volgende video is. Of wordt. Ik heb het in mijn in dit boekje geschreven. Maar ik heb hier nog een blaadje van de vorige planning. Of ideeën. Maar wat ik even wou zeggen. Ik ga zaterdag voor jullie vloggen. Omdat het Koningsdag is. Ik zit te twijfelen of ik het in het Engels ga doen. Of in het Nederlands. Omdat natuurlijk. Ik weet niet of ik Engelse kijkers heb. Maar stel dat dan. Maar goed. Maar dan wil ik een beetje filmen hoe Koningsdag erin, hoe ik dat doe. En eventueel een klein shoplogje van de spullen die ik daar gekocht heb. Het worden vooral sfeerbeelden, het wordt niet echt vlog. Dus ik zal wel even zeggen, ja jongens, dit is een dit ga ik doen en dit ga ik doen. En dan neem ik jullie gewoon een beetje mee. Ik doe natuurlijk wel met mijn gezin, dus probeer zo min mogelijk eigenlijk op straat te filmen. Omdat ik dat eigenlijk nooit doe. En mijn ouders vinden dat niet, denk ik, heel erg leuk. En die mensen denken ook niet. Ik zal hem proberen. Een beetje van een paar kraampjes, als ik wat leuks tegenkom, zoiets. Maar ik ga niet zeg maar echt alles, ieder kraampje filmen. Dan ben ik een half uur bezig met alleen de kraampjes. Dan moet ik ook nog laten zien, want er zijn meestal ook een klein kermisje. En gewoon, ik wil het wel leuk houden met mijn gezin natuurlijk. Omdat het iets, maar goed, ik ga die de dag gewoon meenemen. En ik weet niet of ik een aparte shoplog ga doen. Of zeg maar zoals wat ik gepland had met die vorige shoplog. Klein vlogje, shoplog erachteraan. Maar omdat ik die vorige shoplog niet geüpload kreeg, die geëdit was, dat ik gewoon alleen shoplog had gedaan. Maar dat dus, we gaan dus nu beginnen met TMI Tag. De eerste vraag is, wat is je favoriete tv-programma? Mijn favoriete tv-programma is denk ik Geer en Goor. Of je hebt tegenwoordig zo'n quizshow met Gordon en Jan Dino. Heet hij zo? Of gewoon Dino? Nee. Ik weet niet hoe die show heet, maar ik ga stuk. Dat is echt. Maar ik vind Geer en Goor ook heel leuk. En als het iets van Videoland moet zijn, is het sowieso Nieuwe Tijden. Maar je kan ook Geer en Goor kijken op Nieuwe Tijden. Videoland is geen. Als je het niet allemaal kan volgen, dat doe ik meestal ook. En van Netflix is het eigenlijk Stranger Things. Ik moet nog wachten op seizoen 3. Maar Stranger Things gaat het kijken. Maar de serie die ik nu kijk is The Chilling Adventures of Sabrina. Dat is echt geweldig. Het is echt gewoon gaat het kijken. Het is echt heel leuk. Dus The Chilling Adventures of Sabrina. Ik zal het nog wel even in beeld laten zien. Zo. En misschien nog met het plaatje erbij. Kijk wel even. Maar dat is echt heel leuk. Favoriete band. Ik heb er dus meerdere. Heb je ook gezien in de boyfriend tag? Ik ga die ook eventjes kijken met mijn lieve vriendje. Die is trouwens goed bekeken. Thanks guys. Maar favoriete band. Ik vind 21 Pilots op dit moment echt geweldig. Ik vind Panic at the Disco vind ik ook heel leuk. En Imagine Dragons vind ik ook heel leuk. Dus ik hou denk ik op die drie. Dus Panic at the Disco, 21 Pilots en Imagine Dragons. Favoriete liedje. Op dit moment is dat Chlorine van Twenty One Pilots. Maar als het een liedje is die daarvoor. Echt mijn favoriet. Is dat denk ik Tightrope van LP. Dat is echt een
Mooi, een leuk nummer. Hoe oud ben je? Ik ben 17. Ik ben 17 jaar oud, al een paar maandjes. Favoriete acteur? Heb ik ook meerdere. Ik ben sinds kort echt helemaal, gewoon helemaal into de Sabrina natuurlijk. Dus ik vind Gavin Leatherwood vind ik echt een top acteur. En het is ook gewoon een lekker ding. Hij kan ook heel mooi zingen. Ik vind het ook heel leuk dat hij net zoals mijn vriend heel diepgaand, heel intens is, zeg maar. Zeg maar, hij is heel diepgaand, zeg maar, vind ik. En ik denk dat je met hem een heel goed gesprek kan hebben over van alles en nog wat. Gewoon, ik vind hem best wel serieus. Tuurlijk, hij is niet alleen serieus, dat snap ik ook wel. Maar ik vind, ja, hij lijkt me ook gewoon, hij kan, het lijkt me gewoon heel fijn om met hem een keer gesprek te voeren over van alles en nog wat. Omdat hij zo, ja, heeft, nou ja, ik weet niet. Maar goed, Gavin Leatherwood vind ik dus heel erg leuk. Johnny Depp. Katie Appa, Cole Sprouse. Eddie Redmayne. Logan Lerman, Ezra Miller. Ga zo maar door. Dat is echt heel erg. Maar ik denk dat Gavin Leatherwood, Johnny Depp en Eddie Redmayne wel echt mijn favoriet zijn. Favoriete kleur? Ja, eigenlijk zwart, maar dat is niet echt een kleur. Dus dan zeg ik blauw. Favoriete eten? Dan heb ik ook meerdere. Pizza, patat, sushi en pannenkoeken. Ja, oké. Okay. Ik moet even wat heel ergs toegeven. En ik weet dat ik een hele video voor heb opgenomen. Dat ik eigenlijk niet had moeten doen. Want als ik die... Ja, ik kan wel weer een hele video opnemen. Omdat het... Kijk, oké. Okay. Ik... ben een tijdje vegetariër geweest. Ik ben het ook weer een tijdje niet. Ik ga er niet weer een hele video over opnemen waarom ik geen vegetariër meer ben. Maar ik ben geen vegetariër meer omdat... Laat het gewoon schof zeggen dat ik het gewoon niet kon. Ook al vind ik het heel erg. Ik haat mezelf echt heel erg dat ik gewoon vlees eet. Maar ik kon het gewoon niet. En als ik uitleg waarom ik het niet kon, dan is het heel raar. Dus ik zeg gewoon dat ik het niet kon. Dus ja, ik ga niet uitleggen waarom ik het niet kon, want dat is gewoon, dan verklaar je me voor gek. Nee, het is niet zo raar, maar het is wel een beetje apart. Goed. En nee, niet omdat ik het vlees per se heel erg miste, maar gewoon wegens andere redenen. En als je me een beetje goed kent, zoals mijn vriend, die weet waarom. Dus ook de enige die weet waarom ik gestopt ben met vlees eten eigenlijk. Waarom gestopt ben met geen vlees eten. Dus sorry jongens, ik ben erg teleurgesteld in mezelf, maar ja. Heb je een crush? Ja. Ook al heb ik een vriendje. Ik heb een celebrity crush. Anders klinkt het zo heftig. Op LP. Ja, iedereen weet nu inmiddels al wie LP is. En op Gavin Leatherwood. Ik vind hem echt, echt een lekker ding. Oh, hou op. Nummer. Oké, sorry tante. Sorry schat. Maar ik moet even. Maar ja, ik kan er niks aan doen, oké. Die twee vind ik echt heel leuk en heel knap. En heel inspirerend. Favoriete quote. Oké, dat is een Engelse. Let goed op. Beauty is not in the face. Beauty is a light in the heart. En daar ben ik het echt mee eens. Je kan nog wel... Tuurlijk, je bent, kan mooi zijn. Maar echte schoonheid zit van binnen en niet van buiten. Dus dat vind ik... die quote heeft mij... Heel erg aan het denken gezet en heel erg geholpen. Toen ik dacht van, ja, ik moet per se mooi zijn. Want anders, ik weet niet wat allemaal. Want ik ben mooi zoals ik ben. En dat heb ik nu geaccepteerd. Dus ja, daarom vind ik dit woord ook zo mooi. Oké, okay, wat zoek je in een partner? Nou ja, ik heb een vriendje. Dus eigenlijk alles wat mijn vriend heeft. En mijn vriend heeft humor. Hij kan heel serieus zijn. Dus ik kan een goede gesprek met hem voeren. Hij is heel diepgaand. Ja, hij heeft dezelfde muziekinteresses en sorry, ik klinkt heel hard, maar als je niet dezelfde muziekinteresses hebt of naar klassieke muziek luistert, dan is het gauw klaar. Ja, sorry, maar ik wil wel met je op één lijn, zeg maar, zitten, want mijn vriend en ik houden van Billie Eilish, houden allebei van Panic, allebei van, hè. Dus ja, mijn vriend houdt wel meer iets meer van metal dan ik, maar dat maakt niet uit, we zitten op dezelfde lijn. Dezelfde kledingstijl hebben we een beetje, mijn vriend is wel iets extremer dan ik, maar dat maakt niet uit. Ik ben extreem op mijn manier en hij is extreem op zijn manier. Ja, mijn vriend is ook echt heel lief. Hij is heel muzikaal. Dat vind ik ook belangrijk. Dat we, ja, mijn vriend en ik kunnen gewoon broer en zus zijn.
we zijn zo, we lijken zo erg. Nou, niet per se qua uiterlijk, maar we lijken gewoon op elkaar. We zijn allebei muzikaal, allebei heel creatief. Allebei houden we van films. En, nou ja, ja, allebei houden we van schrijven. Maar ook allebei, we hebben een beetje dezelfde muzieksmaak, een beetje dezelfde kledingstijl. En we denken over heel veel dingen hetzelfde. Hij staat ook helemaal achter mij, ik sta helemaal achter hem. We kunnen op elkaar rekenen, zeg maar. En ja, zeg maar, ik vind vertrouwen, eerlijkheid en humor vind ik wel echt belangrijk. Dus ja, of je nou, je hoeft voor mij niet zo'n sporter te zijn hoor. Mijn vriend is wel een beetje een sporter, maar het maakt niet uit. Dat vind ik ook niet erg hoor. Maar ik bedoel, je hoeft niet voor mij zo'n lichaam te hebben als mijn vriend. Mijn vriend heeft geen sixpack. Maar dat bedoel ik, je hoeft geen sixpack te hebben. Wil jij bij mij goedgekeurd worden? Weet je, mijn vriend heeft ook geen sixpack. Hij heeft wel een mooie borstkas trouwens, maar... ja, oké, okay, ik wou wat heel raars zeggen, maar dat zeg ik wel, dat zeg ik alleen tegen hem. Maar goed. Trouwens, mijn vriend en ik hebben nu 9 maanden iets. En ik kan het eigenlijk wel zeggen. Ja, oké, okay, we gaan niet op vakantie, maar ik ga een soort van bij hem een week inwonen. In de zomervakantie. In week 31 wordt dat, dus ik zit al helemaal af te tellen nog 14 weken. Hoeveel dagen, ik heb geteld, maar het was toen de telkijt, dacht ik nou, laat me zitten. Nog 14, ik kan het op Insta zetten, maar dat vind ik zo triest, als ik eerlijk moet zeggen. Het staat alleen maar maanden en dagen en uren en ik wil gewoon, nee, uren en minuten, weet ik veel. Maar ik vind gewoon, zeg maar, ik nog 14 weken, dan ben ik eindelijk weer bij mijn vriendje. En ik heb natuurlijk al eerder vakantie dan hem, omdat ik in mijn examenjaar zit en hij nog niet. Dus mijn vriend is iets jonger dan ik. Mijn vriend is 16 en ik ben 17. En 29 juli zijn we een jaar samen. En precies wat goed uitkomt, is dat we dan dat ik dan toevallig bij hem ben. Daar had ik helemaal nog niet eens over nagedacht in eerste instantie. En dacht ik, hé, dan zijn we een jaar samen. Dus we zijn een beetje aan het kijken wat we dan willen doen. Want ik ben natuurlijk bij hem te gast. Ik wil niet dat het te duur voor hem wordt en dat ik zo ondankbaar overkom en zo. En het moet wel leuk zijn, zeg maar. Tuurlijk, ik wil eigenlijk laten niet alles betalen. En dan vind ik zielig, ik wil ook best wel betalen of zo. Kijk, oké, ja, we hebben een discussie gehad over wie wat gaat betalen. Daar ben ik eerlijk in. Omdat, nou ja, dat is niet eens belangrijk, maar... En mijn vriend gaat dus nu wat regelen. Ik zeg nog niet wat. Want ik weet zelf ook nog niet eens wat hij gaat regelen. We weten allebei nog niet echt. We hebben wel van, oké, dit lijkt ons leuk. Ik wil echt heel graag met hem jammen in de stad. En ik wil met hem de stad in. Gewoon lekker winkelen en zo. Dat vind ik wel leuk. Maar we gaan, omdat we een jaar samen zijn, denk ik, gaan we nog wat leuks doen. Maar het moet dan wel leuk weer zijn. Anders, als het niet leuk weer is, dan gaan we datgene wat we willen doen niet doen. Maar ja, dan gaan we wandelen en zo. Dat is zeg maar, dat lijkt me echt heel leuk. Maar goed, ja, ik ga dus een beetje, 6 dagen eigenlijk, ga ik met mijn vriendjes ervan inwonen. Ik noem het inwonen, maar het is eigenlijk gewoon vakantie. Maar ja, dat is... Ja, dan ga ik wel voor jullie vloggen. Ik weet nog niet of dat een weekvlog wordt of een aparte... zeg maar, om de dag dat ik dan... zeg maar, dan vlog ik bijvoorbeeld zaterdag, komt die zondag online. Vlog ik zondag, komt die maandag. Dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog even zien. En ik ga met mijn vriend waarschijnlijk, als het lukt, voor jullie een cover opnemen. Welk nummer hou ik nog even geheim? En nee, het is niet Shallow. Dat gaat niet gebeuren. Dat vind ik zo'n walgelijk nummer. Ik vind het een mooi nummer, maar dan ga ik niet coveren. Dat kan ik niet. Maar waarschijnlijk gaan we ook nog een cover opnemen. Dus dat, en of dat we nog aparte video's gaan opnemen, dat zien we wel. We hebben natuurlijk al de Boyfriend Deck gedaan. Ik weet nog niet of dat we iets gaan doen omdat we een jaar samen zijn. Of zo. Ik weet nog dat dan... Ik zie het wel. Als de dagelijkse vlog heel kort is, dan ga ik het gewoon proberen. En een weekvlog te knallen. En die cover komt dan uiteindelijk natuurlijk apart online. Maar goed, ik loop er veel te lang door over mijn vriendje. Sorry, echt sorry. Maar goed, mijn vriend zal het wel niet erg vinden hoe ik zo over hem praat. Maar goed, mijn vriend is echt een schatje. Maar goed, zo staat. Ik heb serieus hem een WhatsApp schatje met een hartje erachter. Ja. Echt heel, heel erg eigenlijk. Ja. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ja, abonneer, like. Laat het eerst je achter en volg me op Instagram. En ja, zeker als je mijn vakantievlogs wil zien, moet je zeker even abonneren. Het duurt nog 14 weken, maar niet uit. De volgende video wordt dus Koningsdag. En deze video komt dus niet
aanstaande online. Dus vandaag tweede paasdag op maandag, dus 22 april. Morgen moet ik trouwens naar de tandarts, ik heb zo geen zin. En dus zondag komt dan, als het goed is, de Koningsdag video online. En deze komt dan die week daarna. Ik heb het wel heel druk met leren, maar goed, jullie gaan het zien. Oké, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!